De afgelopen maanden heb ik veel mails gekregen van mensen die mijn kanaal hebben bezocht of bekeken. Veel mensen zetten natuurlijk commentaar onder de video's, daar reageer ik dan ook op. Maar ik krijg ook heel veel mails binnen. En ik merkte gewoon dat het gewoon voor mij niet meer te doen was om die mails te behandelen. Uh, Nogmaals, wat ik hier doe is echt hobby. Ik heb ook overdag nog quote-quote echt werk. <laughs> dus ik kwam daar gewoon niet aan toe. Maar er zaten best goede vragen in. Vaak ook over de situatie van mensen zelf. Maar ook dingen waarvan ik dacht: van ja, daar kan ik wel een mail op terugsturen. Maar het is ook heel interessant voor andere mensen om te zien en om erover mee te denken. In het commentaarvak bijvoorbeeld. Dus ik heb besloten om daar iets voor te verzinnen en dat is in de vorm van een vragenessie. Nou vandaag de eerste aflevering daarvan. En in deze vragensessie ga ik dus e-mails behandelen die ik de afgelopen periode heb gekregen. Ik spaar erin een, een, een x aantal op en dan ga ik die allemaal doorlopen. En uh, ja, voel je vrij om hier zelf je voordeel mee te doen of om commentaar te geven uh, op vragen van de kijkers in kwestie. Iets wat ik tot nu toe eigenlijk heb vermeden omdat ik er zelf, ja, ik had er zelf wel een hekel aan, als andere YouTubers het deden. En dat is vragen aan mensen om zich te abonneren op mijn kanaal. Wat ik echter heb gemerkt, is dat in de afgelopen maand ik significant meer abonnees op mijn kanaal heb gekregen. En dat heeft ook weer een aanzuigende werking op nieuwe kijkers. Blijkbaar wordt hierdoor het YouTube-algoritme getriggerd en zorgt het ervoor dat uh, de, de zaken die ik op mijn kanaal vertel voor een groter publiek beschikbaar komen. Nou is dat natuurlijk altijd mijn doel geweest: dat het voor het grote publiek beschikbaar moet komen. Ik wil die informatie verspreiden zodat iedereen daar beter en slimmer gebruik van kan maken. Besparen hè, voor mensen, waar op zich niet echt een verdienmodel achter zit. Dus ik vind het wel belangrijk om dat bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Daarom bied ik het ook gratis aan. Dus daarom vraag ik: mocht je deze video kijken en nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat eventjes. Dat is gewoon puur dat het bij meer mensen in de feed terecht komt. Hetzelfde geldt voor het liken van mijn video's. Dus ook als dat nog niet gebeurd is, graag doen. Als, dat, uh, uh, als je er iets aan hebt gehad, bijvoorbeeld. En donaties zijn welkom. Ja, dat is ook nieuw. Um, dat is misschien een beetje een rare, want ik heb er een tijdje terug met een, met een kijker op mijn kanaal nog uh, discussie over gehad. Die zei: Ja, hij zei: Ik heb zoveel gehad aan jouw video's. Dus jij moet een Patreon aanmaken. Dan kunnen mensen donaties geven. Ik dacht: Ja, ja een Patreon aanmaken. Dan ga ik mezelf wel heel erg belangrijk maken. De reden dat ik het nu toch doe, en ik zal hieronder in de video ook aangeven hoe dat je een, een, een donatie kunt, uh, kunt doen naar mij, is omdat mensen het gewoon letterlijk aan mij vragen: uh, Van goh, ik heb hier iets aan gehad, uh, voor niets gaat de zon op, uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat jij daar een, een, een vergoeding voor krijgt? Ik ga daar geen vaste bedragen voor uh, doen, ik ben uh, een groot voorstander van uh, uh, pay as you want, of hoe zeg je dat ook alweer zo mooi. Uh, kies gewoon als je zegt van nou, ik heb hier iets aan gehad, voel je vrij om iets te doneren. Al doneer je niks is ook goed. De content is niet voor niks gratis. Maar mocht je zeggen van goh, ik heb hier iets aan gehad, ik ben geïnspireerd geraakt en ik wil graag iets terug doen, voel je vrij om eender welk bedrag over te maken. Dat is altijd welkom. En dat zal er voor mij ook voor zorgen dat ik uh, ja, nog beter in staat word om. ...video's te maken, ook wanneer er bijvoorbeeld gereisd moet worden... ...of ik moet wat spulletjes aankopen, dan kan ik dat ook aan jullie laten zien. Donaties zijn dus welkom. Uh, ja, dit had ik eigenlijk al besproken. Hè? Uh, de, vol de laatste punt is misschien nog interessant, de volgende editie. Mocht je zeggen, ik heb ook een vraag die wil ik graag aan bod laten komen... ...in een vragen sessie, mail hem dan naar ketelklets.gmail.com... En dan ga ik kijken wanneer ik er de volgende keer aandacht aan besteed. Geen garantie, nogmaals, allemaal hobby, allemaal tussen de bedrijven door. Dus uh, best effort noemen ze dat in de IT. Hè? Uh, ik ga kijken wat ik daarmee kan doen. En als ik daar een mooi antwoord op heb, dan laat ik het in deze video tevoorschijn komen. En dan kan iedereen daarover meedenken en zijn voordeel mee doen. Nou, dan beginnen we hier met een opmerking van Schauke. Die uh, geeft aan dat hij goede ervaring heeft met de ventilatiewarmtepomp van 3 kW voor vloerverwarming. De ventilatiewarmtepomp heb ik nog niet eerder aan bod laten komen als dusdanig in mijn video's. En dat heeft er eigenlijk met name mee te maken, en dat kan natuurlijk in de tijd nog gaan veranderen, dat uh, destijds de ventilatiewarmtepompen redelijk aan de prijs waren. Dan praten we toch wel over 2, 3.000 euro. Een relatief laag vermogen hebben, ze dus zijn vaak 2, 2,5, 3 kW. Um, en er zitten filters in die elk half jaar schoongemaakt dan wel vervangen moeten worden. Dus daar zit ook een kostencomponent aan. Um, dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om er nog niet meer aandacht aan te besteden. Maar ik weet dat er uh, meer van die ventilatiewarmtepompen zijn. In feite, als je erover nadenkt, is een warmtepompboiler die je aansluit op bijvoorbeeld een type C ventilatiekanaal ook een ventilatiewarmtepomp. Het probleem met dat soort systemen is alleen dat een ventilatiewarmtepomp alleen maar lucht aanzuigt, als je het nodig heeft om te verwarmen. En tussen, de, tussen die momenten in doet hij niks. Maar ja, je wilt je huis wel 24 uur per dag uh, gelucht en geventileerd hebben. Dat is de moeilijkheid. En een daadwerkelijke ventilatiewarmtepomp die houdt daar rekening mee. En die zal ook gewoon blijven afzuigen als er niet direct warmtevraag is voor het warmtepomponderdeel. De ventilatiewarmtom kun je dus aanwenden bijvoorbeeld om je cv te ondersteunen, bijvoorbeeld voor de vloerverwarming. Als je daarover na gaat denken, zou je ook kunnen zeggen, ik koop een warmtepompboiler met een extra spiraal erin. En daar doe ik met een extra pompje bijvoorbeeld een lus van mijn vloerverwarming doorheen leiden. Ik ken ook mensen die het op die manier hebben gemaakt. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar goed, dat gaf hij aan. Hij heeft er goede ervaringen mee, dus dat neem ik voorwaar aan. Wat hij vervolgens schrijft is dat hij eh, ja, hele interessante ervaringsverhalen van bewoners ziet. Dat vindt hij belangrijk. Hè? Mensen dat ze laten zien in de video's of bijvoorbeeld met de duurzame huizenroute, wat ze zelf hebben gedaan. Um, eh, zelf sta ik daar een beetje anders in. Het feit dat die ervaringsverhalen nodig zijn, geeft al aan dat het product nog steeds een moeilijk eh, product is voor mensen. De, de markt is heel diffuus. Mensen weten niet wat ze moeten kiezen ik zou het draait bijvoorbeeld om als mensen een nieuwe ketel willen gaan ze dan op YouTube zoeken naar verhalen over de ketel nee ze, ze kiezen er gewoon een uit hang die maar op klaar of ik hang maar iets neer als het maar koop is weet je wel dat kun je bij cv ketels en bij warmtepompen gaat dat nog niet het is nog steeds in mijn optiek te veel maatwerk en er zijn nog niet toch eigenlijk te weinig kant en klare componenten die als een soort van no-brainer geplaatst kunnen worden denk aan ledverlichting, daar moet je niet meer over nadenken maar je moet gewoon doen maar goed, dat geeft hij aan. Hij is daar ook mee bezig. Hij heeft ook in een stukje verderop, dat staat hier niet, is hij bezig met een initiatief om al die ervaringsverhalen bij elkaar te krijgen. Heel interessant. Maar hij geeft hier als laatste aan, hij mist de kritische noten. Het is allemaal geweldig en soms kramen ze zelfs onzin uit, waarbij ik denk dat ze vooral goed het verhaal van de fabrikant napraten. Ja, 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 dat is zo. Is ook een van de redenen waarom ik mijn kanaal ben begonnen. Om de simpele reden dat... Ik niks verkoop van wat ik op mijn kanaal noem. Niks. Ik verkoop geen warmtepomp. Ik, ver, ik verkoop niks. Dus ik kan er ook heel vrijelijk over praten. En dat is een positie die ik wel heel prettig vind. Um, het verhaal van de fabrikant napraten. Ja, dat zou kunnen. Kijk, heel vaak zijn die filmpjes ook gescript. En ja, dan haak ik persoonlijk vaak al af. <laughs> dan denk ik van... Uh, ja, dat is wat jullie willen dat wij horen. Dat is natuurlijk niet waar het daadwerkelijk om gaat. Ehm... Um, en het kan ook wel eens heel erg misgaan. Er zijn voorbeelden bekend en op tweakers in het forum staan ze genoemd, waarbij een, een, een bepaald soort uh, uh, ventilatie, warmtepomp... Of een gewoon warmtepompje, ik weet niet precies wat voor apparaat het was. Heel erg werd aangeprezen en werd gepusht online. En in de praktijk blijken de mensen er heel ontevreden over te zijn. Blijkt niet te brengen wat men ervan verwacht had. Kan met verwachtingsmanagement te maken hebben. Kan ook zijn dat het product gewoon uh, op, een, op een redenatiefout gebaseerd is. Misschien slechte componenten, ik heb geen idee. Maar zo zie je maar weer dat op filmpjes en zo, dan ziet het er heel goed uit. Dan hangt het in je huis en dan blijkt het ontzettend tegen te vallen. Ja, dat is een risico. Dat is een risico. En puur het feit dat je nog steeds niet één op één kunt leunen op een product. Zoals je dat bijvoorbeeld wel kunt met eh, bijvoorbeeld, eh, eten wat in de supermarkt ligt. Als het in de supermarkt ligt, mag ik er gemakshalve van uitgaan dat dat veilig voedsel is. Anders zal het niet in de winkel liggen. Ja, dat heb je nog steeds niet echt met warmtepompen. Dat blijft nog steeds een beetje een, 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 een markt waar. Uh, ja, het valt mij altijd op dat installateurs zelden tot nooit garanties durven te geven bij het plaatsen van een warmtepomp. Dat is altijd gesteggel met de nazorg en met wat teken je nou precies af. Daar vind ik al een teken aan de wand. Als ik zonnepanelen, daar elke paar weken wel een blaadje in de bus: dat een willekeurige partij zegt van nou je hebt nog geen zonnepanelen, ik leg ze voor jou op je dak, je betaalt alleen maar huur aan mij. Daar, daar maken ze vette winst op. Die blaadjes krijg je niet voor warmtepompen, omdat er te veel mits in de maren aan zitten. Dat wil niet zeggen dat de warmtepomp geen goed product is. Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat ik er zelf op afzienbare uh, tijd eentje ga aanschaffen. Omdat ik er echt dit is ook gewoon bewezen technologie. Alleen installateurs willen er nog steeds te zelden een garantie voor afgeven. Dus wellicht weten ze zelf niet zo goed waar ze mee bezig zijn, dat zou kunnen. Maar uh, ja, het kan ook gedreven zijn door de markt, wie zal het zeggen? Tot zover het stuk van Schauke. Uh, Paul heeft een hele concrete vraag. Had een hele concrete vraag. Ik heb deze wel per mail beantwoord, maar ik kwam jullie toch even laten zien. Hij zit eraan te denken om 80 zonnepanelen te laten, te laten leggen. In totaal 28 kilowatt piek. Dat is flink. Uh, zijn dit soort grote installaties voor particulieren interessant? Uh, nou ja, ik gaf hem aan van ja, zeker interessant. Hè? Als jij straks ook elektrisch gaat rijden, elektrisch gaat koken, nou, maar vooral dat rijden. Nou, dan kun je met die 28 kilowatt piek kun jij bijvoorbeeld gewoon je benzineverbruik. Wegzetten. Uh, uh, weg uh, zodat je daar toch een, uh, voor kunt compenseren. Je kunt het zelf opwekken als je het meteen ook kunt gebruiken, nuttig, in de woning of in de auto of net wat. Uh, heeft dat natuurlijk grote voordelen? Kun je in feite belastingvrij uh, je auto kilometers laten rijden? Wat je wel in gedachten moet houden is dat je mogelijk, ik zeg mogelijk, omdat het natuurlijk altijd heel moeilijk is om dit op afstand te bepalen, mogelijk een verzwaring van de hoofdaansluiting nodig is. Van zeg 3 keer 25 ampère naar 3 keer 50 ampère. Het probleem is dat een 3 keer 50 ampère aansluiting, mits het in een nexusgebied is, maar het zal bij de anderen niet veel verschillen, ongeveer 1350 euro vastrecht per jaar kost. Uh, dat is uh, ruim 1000 euro meer dan wat een 3 keer 25 ampère aansluiting kost. Dus je moet, als je hier een kostenbatenanalyse wilt maken van deze investering in deze zonnepanelen, wel rekening mee houden dat je dus jaarlijks 1000 euro meer kwijt bent aan het vastrecht van je stroomaansluiting en waar dan ook nog eens meespeelt en dat dat daar hebben steeds meer wijken mee te maken dat je die verzwaring wel kunt aanvragen omdat het net het gewoon simpelweg niet kan leveren de de netbeheerder zal dan gewoon aangeven van ja dat is leuk dat jij naar 3x50 wilt maar wij hebben bij jou in de wijk helemaal geen capaciteit meer dus je zult op 3x25 moeten blijven hangen kijk en dan heb je met zo'n grote installatie wel een probleem want als je dat zou laten die 3x25 ampère en je zou toch zoveel zonnepanelen op je dak leggen en het wordt van de zomer een keer heel zonnig weer, dan blaas je gewoon je hoofdzekering eruit. <laughs> en dat moet je toch niet willen. Buiten het feit dat een installateur, een goede elektricien, die zal het niet eens aan willen sluiten. Want die zal zeggen, ja waar jij hier aan het maken bent, daar gaat het niet werken natuurlijk. Want dan gaat het een keer kapot en dan word ik erop aangekeken. Ik ga geen slecht werk leveren, dat is ook mijn handtekening in feite. Hè? Dus hou daar rekening mee. En verder ook de BTW-teruggaaf bij installaties bij particulieren van meer dan 10 kW piek dus 10.000 watt piek, uh, verloopt anders, omdat daar een ander forfait voor wordt uh, berekend. De uh, uh, forfaitbedragen uh, worden berekend um, uh, per hoeveelheid uh, watt piek wat je op je dak hebt liggen. En dat wordt zeg maar, verrekend met je BTW-teruggave. Het forfait wordt bij grotere systemen iets hoger, um, uh, wat je dus moet betalen. En dan het restant krijg je dan terug als BTW. Dat wordt daarmee verrekend. Alleen dat stopt bij 10 kilowatt piek. Daarboven zijn er wel mogelijkheden, maar dat moet los aangevraagd worden. Vraag dat inderdaad ook na bij een eventuele belastingadviseur, accountant of een belastingadviseur die gespecialiseerd is in zonneinstallaties, want die heb je tegenwoordig ook. Die zullen dit kunnen uitleggen tot in detail. Maar weet dus dat bij systemen groter dan 10 kW piek dit gaat spelen. Tot zover het stuk van Paul. Johan heeft mij een, een, een stuk gestuurd, dat was meer eigenlijk een weetje. Uh, dat gaat met name over Home Assistant. Dat is eigenlijk automatisering in de eigen woning met hele simpele hardware. De Raspberry Pi wordt bijvoorbeeld aangehaald. Voor de mensen die het niet kennen, dat zijn eigenlijk hele kleine printbordjes die je in een simpel buizinkje kunt maken. Met een LAN-aansluiting, USB en HDMI. En dat is eigenlijk gewoon een computer, maar dan echt in, in een heel klein formaat. Ze kosten ook naar weinig geld. Uh, en die zijn eigenlijk met name bedoeld om heel energiezuinig, er zit een ARM-CPU daarin, die ken je van de mobiele telefoon, um, heel energiezuinig uh, taken uit te voeren. Uh, waar wij zeg 15 jaar geleden nog gewoon uh, uh, computers onder uh, ons bureau hadden staan die 24 uur per dag 300 watt uh, stonden te verstoken, is dat tegenwoordig heel efficiënt met kleine bordjes is dat te doen. De, de Arduino is daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. En hij heeft daar een, een voorbeeld van uitgeschreven. De link hieronder uh, uh, zal ik ook wel eventjes onder de video zetten. Uh, daar heeft hij helemaal uitgelegd hoe dat hij dat thuis heeft gemaakt. Met temperatuursensoren, bewegingsmelders, zonering. En op die manier uh, kan hij heel zijn huis sturen. Het grote voordeel van Home Assistant is dat het enerzijds open source is. Dus daar wordt toch heel veel vrijwilligers aan gewerkt. Maar anderzijds, je kunt het volledig lokaal draaien. Het is altijd een... Een risico of een probleem wanneer jij afhankelijk bent van een externe partij, bijvoorbeeld: ik heb een cv-ketel van Remea met een e-twist thermostaat, daar zit ook een app bij. Maar als Remea op een goede dag daar de stekker uittrekt, heb ik gewoon niks meer dan heb ik alle hardware nog, maar het zal geen van alle meer werken. Plus, ik krijg het ook niet werkend, het is allemaal gesloten spul. Solar Edge, zelfde verhaal, zit ook een app bij, gaat allemaal via de cloud van Solar Edge. Solar Edge, er een keer mee stopt. Ondanks dat mijn. Kijk, hij zal gewoon net je stroom blijven leveren, meneer Omvorm, die zal niet stoppen met werken. Maar ik heb er totaal geen monitoring meer op zitten. Dat kan allemaal in eigen beheer. Hij noemt die bijvoorbeeld ook het P1-kabeltje, wat je in een slimme meter kunt prikken. om zo de pulsen uit te lezen, zonder dat je dus afhankelijk bent van een eventuele netbeheerder. Uh, daar is destijds trouwens ook hard voor gevochten dat die P1-poort op de slimme meter kwam. Dus maak er ook gebruik van. Interessant voor de mensen die hier erg in toe zijn, ik ben daar zelf niet zo van. Um, heeft er meer mee te maken dat dat soort hubjes die je dan gaat gebruiken in de woning ook energie kosten. Uh, wat win je ermee, uh, plus het feit dat ik dan zelf de eigen technische dienst moet uithangen en uh, de, om dat ook nog privé te doen is misschien een beetje te veel van het goede, maar ik ben wel van plan om hier binnenkort een, uh, een video over te maken omdat ik iemand ken die hier wel heel erg mee bezig is. En die heeft me uitgenodigd om bij hem eens een keertje te komen kijken. Dus wie weet, binnenkort hier nog meer over op mijn kanaal. Um, Welkom. Ja, dat is een hele interessante die hij hier stelt. Heel veel mensen die mij mailen denken dat ik installateur ben. Omdat ik er zoveel van weet en zulke video's maak. Nou, dat is absoluut niet het geval. Ik ben geen installateur. Ik heb geen F-gas. Ik heb geen CO-certificering. Ik heb niks. En dat, dat, dat lijkt tegenstrijdig, want je zou zeggen, als je dat allemaal niet hebt, waar komt dan de kennis en kunde vandaan? Maar dat is bij mij gewoon pure hobby en pure interesse. Mijn vader was wel installateur, dus ik heb via die weg heel veel meegekregen. Uh, maar ik heb zelf ook op zijn advies destijds een andere richting gekozen. Uh, 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 wat eigenlijk achteraf wel grappig is, want je dus nu ziet dat de uh, beroepen als elektricien, installateur... Maar bijvoorbeeld ook een stucadoor, timmerman, uh, loodgieter. Dat zijn allemaal banen. Nou, die, die, die gasten die, 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 die hebben het werk voor het oprapen, verdienen bakken met geld wat dat betreft. Terecht ook. We uh, hebben in mijn optiek veel te veel en veel te lang geënt op, uh, op maar zo hoog mogelijke diploma's halen. In hele abstracte functies. Veel, veel kantoorwerk, quote, quote. En we, en we hebben eigenlijk heel erg neergekeken op de mensen die dit soort dingen doen, terwijl dat is zo belangrijk. Iemand op tv zei het eens, we hebben verdorie tien managers op een rij staan, tien managers, en geen van allen kunnen ze een kraan vervangen. Dat is de wereld waar we nou in leven. En Tegenlicht heeft daar laatst ook nog een stuk over gepubliceerd, waarin staat dat juist deze... Um, um, ja, mensen die met de handen werken, de installateurs, dat dat toch wel eens de nieuwe elite kan worden. Omdat iedereen afhankelijk is van die gasten. We kunnen niet zonder ze, ook niet op de middellange termijn. Um, waardoor het ja, voor mij ook heel leuk is om me hierin te verdiepen. Stel dat het een keer uh, interessant zou worden. Ja, wat houdt me dan tegen om juist die markt in te gaan? Hartstikke leuk. Um, wat heel raar is, hè? normaal willen mensen zich altijd omhoog werken. Wat houdt je tegen om jezelf quote-quote omlaag te werken? Er is zoveel werk en er is zoveel mogelijk in die, in die branche. Zodoende. Maar ik ben het dus niet. Onthoud dat goed. Dus eh, ik ben geen installateur, maar wel graag van dienst. Heeft ook wel een groot voordeel, omdat ik geen installateur ben, ben ik ook niet besmet. Ja, ik noem het besmet met het. Uh, met, het, met, met de bubbel waar heel veel van die gasten in zitten. Het, ik hoor zo vaak van mensen: ik wil graag een warmtepomp of ik wil een zonneboiler. Maar mijn installateur die is me gewoon niet van dienst. Die zegt ja, we moeten niet willen. Joh. Je moet gewoon een cv-ketel lang en niet zo moeilijk doen. Ja. <laughs> ik snap die gasten wel. Die willen gewoon zoveel mogelijk klanten in een zo kort mogelijke tijd bedienen. Ze hebben misschien ook wel iets te lang, net iets te makkelijk geld verdiend zou kunnen. Waardoor dat soort creatieve toepassingen. Ja, Dan zit voor hun te veel tijd in en te weinig marge, en daar hebben ze gewoon gezin in. Wat heel jammer is. Je hebt ook wel installateurs die het juist wel doen. Uh, ja, omarm die installateurs. Uh, ben er zuinig op. Nou, hier ik krijg ik nog compliment dat ik het prettig uit weet te leggen. Het is makkelijk te volgen. Ja, kostenbesparing is natuurlijk van origine ook het doel van de kanaal geweest. Om mensen met extreme armoede uh, te helpen met verduurzaming, omdat juist die mensen daar het meeste baat bij hebben. Um, ja, en op naar de 10.000 abonnees. Nou, ik, uh, ik, zie het, uh, ik zou het graag zien gebeuren, dus uh, wie weet dat ik er nog ooit uitkom. Het is u meer dan gegund. Nou, dank daarvoor, Wilco. Bram, die heeft eigenlijk meer een situatie bij hem thuis. Verduurzamen van de huidige woning, 1985 bouw, 94 vierkante meter. CV-ketel en type C-ventilatie moeten worden vervangen. Hij heeft al getest met aanvoer van 50 graden. Hij krijgt zijn woning daar warm mee, dus de warmtepomp zit in de overweging. En het is het laatste apparaat wat op gas werkt. Ja, dat is bij mij privé ook het geval. De CV-ketel is echt het enige wat ik nou nog heb wat nog op gas werkt. Dus ik zit een beetje in dezelfde uh, situatie als Bram. Ik heb, mijn huis is ook ongeveer uit, uit die bouwperiode. Nou, voor de vervanging zit hij te denken aan een all-electric lucht-waterwarmtepomp. Uh, snap ik. Lucht-waterwarmtepompen zijn momenteel... Ja, van de warmtepompen volgens mij het goedkoopste wat je kunt krijgen op airco's na nou, lucht-lucht, zeg maar. Die zijn vaak goedkoper, maar daar heb je er vaak meerdere van nodig. Voor elke ruimte één, of je hebt één unit buiten en met meerdere binnen-units in verschillende kamers, moet ook veel uh, leidingwerk dan in plafonds weggewerkt worden. Als je gaat verbouwen, is dat natuurlijk niet zo'n beletsel, maar als je er alleen maar woont, wordt dat allemaal net even wat lastiger. Een lucht-waterwarmtepomp is gewoon een drop-in replacement voor een cv-ketel. En uh, ja, het verschil tussen een all-electric en een hybride luchtwaterwarmtepomp is simpelweg of dat er wel of geen verwarmingselement in zit om eventueel bij te stoken. Uh, 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 en ook de vermogens. Hè. De hybride warmtepompen hebben vaak wat lagere vermogens, de all-electrics wat hoger. En natuurlijk dat elektrische element. Maar in feite zijn het alle twee gewoon warmtepompen. Volgens exact hetzelfde principe. Als jij dus een woning hebt die bijvoorbeeld maar echt 3 kW aan warmte nodig heeft van een verwarmingsapparaat, dan kun jij gewoon een hybride warmtepomp als zijnde een all electric gebruiken. Dat is goed om dat even in gedachten te houden. Nou, hij gaat zonnepanelen leggen, uh, zeer, uh, zeer verstandig, ook even wat met de btw 2 teruggaaf. Wacht daar zeker niet te lang mee. En de Duco Box Eco noemt hij hier, de 2,5 kW ventilatieunit. Nou, ik heb daar net al wat over verteld. De nadelen daaraan, maar goed, als je hem toch gaat plaatsen, dan is het natuurlijk wel een extra mogelijkheid om die verloren warmte uit de ventilatielucht terug te winnen. Want besef wel, ventileren moet gewoon, maar ja, er zijn huizen waarbij je op een dag 5, 6, 7 kilowatt aan warmte naar buiten blaast. Ja, en dat is gewoon ontzettend zonde als je die warmte niet terugwint en nuttiger inzet. Dus Daar zou zo'n uh, uh, Duco Box uh, aan mee kunnen helpen en die zou je dan bijvoorbeeld parallel. Over die luchtwaterwarmtepomp heen kunnen zetten. Of dat ze dan ook met elkaar kunnen communiceren, hangt er een beetje vanaf. Een, een, een hybride warmtepomp heeft vaak de mogelijkheid om zowel aan-uit als open term een CV-ketel te sturen, of als bijverwarmingen die er dan naast hangt. Of een elektrische CV-ketel, of die heeft zelf een elektrisch verwarmingselement. Maar of dat je ook met zo'n ventilatiebox kunt communiceren, daar durf ik niet te zeggen, zou wel gaaf zijn. Uh, want dan kun je aan de ventilatieunit uh, aangeven van nou blaas maar gewoon af of win maar terug. Want je kunt wel zeggen, hij moet constant terugwinnen. Dat kost enerzijds stroom. Want er zit ook een compressor in, uh, in die ventilatiewarmtepomp. Uh, uh, maar anderzijds, de warmte die die genereert, moet ook wel nuttig toepasbaar zijn. Als er op dat moment in de vraag, of in de woning nul vraag is, ja, waarom staat dat ding dan uh, moeite te doen om die warmte op te wekken? Dan blaas het maar gewoon ongebruikt naar buiten. Snap je dus communicatie, belangrijk. Een uh, split unit, het advies voor 94 vierkante meter, een 7 kilowatt unit is, vind ik vrij zwaar. Maar goed, het is al elektric, dus oké. Okay. Maar kijk niet alleen maar naar de vierkante meters. Uh, maar kijk uh, naar de isolatie van de woning en ook naar de inhoud van de woning. Want 94 vierkante meter, ja, is dat met een plafond van 2 meter hoog of van 4,5? Daar zit nogal een verschil in natuurlijk. Uh, en hoe goed is de woning geïsoleerd? Je zegt, hey, mijn woning is goed geïsoleerd. Nou, dan kan die misschien wel met minder aan. Um, ik uh, heb al wat berekeningen gedaan en het zou zomaar kunnen dat ik mijn uh, woning, ongeveer dezelfde bouwperiode, met 3 uh, met of 4 kilowatt al warm gestookt krijg. Met heel incidenteel elektrische bijstook. Speel ik mee, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Um, Dan tot slot, en dat zie ik heel vaak fout gaan, de hybride ketel wordt hier genoemd. Uh, hybride ketels bestaan niet. Je hebt wel hybride warmtepompen die naast een ketel worden gehangen. Dus dat is even goed om te beseffen. Uh, uh, hybride ketels bestaan niet. We hebben wel de HRE ketels gehad uh, uh, vroeger met een Stirlingmotor erin, die tijdens het verstoken van gas ook elektriciteit maakte met, een, met het Stirlingmotorprincipe erin. Er zat eigenlijk gewoon een generatortje in. Um, die zou je als hybride ketel kunnen zien, maar die zijn bij particulieren eigenlijk nooit echt in zwang geweest. Die waren ontzettend duur, heel groot en je had een jaarverbruik. Gas nodig van minstens 1600 kub om dat ding überhaupt enigszins nuttig te krijgen. Dus in de industrie zie je ze wel regelmatig. Maar bij particulieren eigenlijk niet. Omdat het voor particulieren veel eh, efficiënter is om gewoon de isolatie van de woning te verbeteren. Zodat het gasverbruik naar beneden gaat. En in de industrie heb je vaak toch dat gasverbruik nodig voor bepaalde processen. Maar ja, als je het dan toch nodig hebt, dan maakt er ook maar meteen elektriciteit uit. Dus Bram, hopelijk kun je hier iets mee. Ja, Piet had een hele leuke. Die zei: de gasleiding die naast jouw uh, meterkast loopt, of een meterbord noemt hij het hier, die koperen leiding heeft aanslag. En het wijst erop dat er een rioollekkage onder de vloer zal zijn. Uh, nou, ik heb hier even een screenshot gemaakt. Je ziet de leiding, die is inderdaad uh, die is een beetje aangetast aan de buitenkant. Alleen zover ik weet, loopt er op die plek geen riool of geen riolering. Die loopt elders door de woning heen. Dus het zou zomaar. Uh, door iets anders kunnen zijn gekomen. Dat dat is gaan, ja, gaan oxideren, de buitenkant van die koperleiding. Maar het viel hem op. Hij zei, als je ooit een leiding ziet die die kleur en die structuur heeft gekregen, ga dan op zijn minst even na of dat er niet ergens rioolgas omhoog is gekomen. Dus dat is een interessante van Piet. Dank daarvoor. Dan, ja, ik zeg, ik zeg dan of dan. Ik heb geen idee. Laat ik er maar dan van maken. Um, nou, ook hier weer onder de indruk van de expertise en hoe ik het overbreng. Dank daarvoor voor de complimenten. Uh, kun je ook advies geven over vloerverwarming en wat de kosten wat zijn de kosten hiervan? Nou, als het over de kosten van vloerverwarming zelf gaat, daar weet ik niet. Nogmaals, ik verkoop niks. Ik praat er alleen maar over. Ja, en de kosten van mijzelf. Nou, daar heb ik het helemaal in het begin over gehad en daar zie je dus hier een terugkomen. Ja, ik heb hieronder een manier staan om aan mij te doneren uh, als je iets wil geven. Ik vind het, uh, alles is welkom. Al geef je niks, is het ook goed. Um, uiteindelijk is het doel om de kennis bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Maar mocht je iets willen geven, dan mag dat en kan dat nu dus ook. Nou, je zegt, we hebben een werkruimte van 17 vierkante meter met een granieten, ik zal er maar gewoon een graniet van maken, gietvloer gestort op zand. Nou, het slopen vervangen van de granietvloer is een dure ingreep, ja weet ik, plus al dat afval. Zonde zijn goede materialen, moet je zo lang mogelijk gebruik van maken, vanwege de duurzaamheid. Hè. We willen weten of infrarood of elektrische vloerverwarming met isolatie mogelijk een alternatief biedt. Ja, dat kan zeker. Uh, wat je moet onthouden is dat elektrische vloerverwarming uh, kan, ik heb het zelf in de badkamer liggen. Alleen elektrische vloerwarming is wel heel traag. Dat geldt natuurlijk voor elke vorm van vloerverwarming. Het is een hele trage energiebron. Uh, omdat natuurlijk de vloer dat heeft een groot oppervlak en ook inhoud natuurlijk. En eer dat dat dus warm is en die vloer begint te stralen, nou, dat, dat kan uren en uren duren eer dat het zover is. Zeker bij ruimtes die je maar uh, 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 sporadisch gebruikt. Nou, bijvoorbeeld een werkruimte, daar zou dat voor kunnen gelden. Kijk, We zijn natuurlijk nu aan het thuiswerken, heel de week ben je, ben je bezig... maar in het weekend ben je daar al niet. En uh, Misschien als je daar weer gaat werken op locatie... dan ben je er misschien maar één of twee dagen in de week. Nou ja, als dat het geval is, je zou elektrische vloerverwarming kunnen toepassen... maar onthoud, elektrische vloerverwarming heeft een COP van één. Kilowatt erin is kilowatt eruit aan warmte. Het kan, je kunt het doen. Infrarood werkt natuurlijk volledig anders. Een infraroodpaneel verwarmt de objecten in de ruimte, maar de lucht zelf niet. Uh, het is eigenlijk hetzelfde als de vloerverwarming als die eenmaal op temperatuur is. Alleen een infraroodpaneel is heel snel op temperatuur. Dat kan al binnen enkele minuten kan die al zijn volle bereiken te pakken hebben. En je verwarmt daar alleen maar mee wat je verwarmd wilt hebben. Plus infrarood is hartstikke goedkoop. Daar ga ik binnenkort nog even een video over maken. Maar ik schrok gewoon van de prijzen van, van infraroodpanelen. En dan in de, in de, positieve, in de, in de positieve zin. Terwijl elektrische vloerverwarming is natuurlijk ja, prijzig euh, nou aanschaf. Daar valt op zich nog wel mee. Maar ja, wat je al zegt, het moet gelegd worden. Er moet isolatie, er moet een nieuwe dekvloer overheen komen. De hele ruimte moet leeg eer dat je dat kunt gaan doen. Nou is dat op zich niet iets wat heel duur is. Maar dat is gewoon ja, extra werk, want dat moet weer ergens anders in het huis naartoe. Kost veel moeite. Um, een infraroodpaneel kun je met een beetje uh, handige klusskills zelf nog wel ophangen en aansluiten. Een elektrische vloerverwarming zou ik al bijna laten doen omdat je daar ook met materiaalkeuze zit te maken waar plaats je de thermostaat stroomtoevoer, hard afstand van de draden enzovoort, enzovoort je kunt het ook wel in matten krijgen overigens maar dan nog, kies je wel het juiste hoe moet je het leggen het is zo makkelijk om daar een, een, een denkfout te maken dan heb, je, dan heb je die vloer erin liggen en dan blijkt het niet te werken uh, omdat bijvoorbeeld de isolatie uh, verkeerd om ligt dat is natuurlijk een heel dom voorbeeld maar het zou kunnen dus uh, ja Infrarood is dan misschien wel de betere oplossing, maar onthoud, die twee sluiten elkaar niet uit. Hè? Wat houdt jou tegen om elektrische vloerwarming te laten leggen en infraroodpanelen te plaatsen? Het ene is heel snel, het andere is voor langdurig gebruik misschien prettiger. Wat houdt je tegen? Laat je daarover gewoon goed informeren door een installateur. Stijn heb ik hier. Uh, ook hier weer onafhankelijk advies. Uh, ik vroeg af of u wegwijs kunt. Maak je maken dit oerwoud aan verwarmingen. Ecologische verwarming voor een monumentale woning. Liefde maakt blind. Ja, dat vind ik altijd een mooie. <laughs> we hebben ons gesmeten in een project met een erg mooi huis. Alleen is het stokoud. En zullen we wel renoveren. Maar ik vraag me nu wel af hoe ik het in godsnaam betaalbaar warm houd. Geen overkill, maar wel futureproof. Uh, ook hier weer. Dat kan tegen betaling natuurlijk. Nou ja, hier. Die Donaties komen echt daar vandaan. Mensen vragen erom. Dus ja, Stijn, mocht je iets met mijn advies kunnen, het staat je vrij om wat mijn kant op te sturen. Trouwe fans uit België. Ik schijn op de een of andere manier Vlaamse uh, uh, kijkers ook aan te trekken. De, de, de transitie speelt daar natuurlijk net zo. Uh, die hebben natuurlijk een iets andere, uh, komen van een iets andere kant uit. België natuurlijk uh, groot met kernenergie. Vanuit oudsher iets meer op elektrische verwarming eh, gezeten, plus maar zoetketels, omdat daar het gas niet zo wijdverbreid is als in Nederland. Maar toch, ik vind het hartstikke leuk. Ik kom graag in België, dus ik kan er ook wel het een en ander over zeggen. Nou, in dit voorbeeld zou ik het gewoon heel simpel houden: je moet gaan isoleren. Isoleren, isoleren, isoleren. Daar, 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 daar begint het mee en daar valt en staat het ook mee. Hoe beter jij het huis geïsoleerd krijgt, hoe lager de warmtebehoefte van de woning wordt. Dat is dus enerzijds ook minder in lopende kosten. Je hebt minder eenheden energie nodig om de ruimte warm te houden, of het huis warm te houden. Maar besef ook, hoe minder warmtevragen een huis heeft, hoe goedkoper het verwarmingstoestel mag zijn. Een warmtepomp, de kosten, de aanschafkosten hangen vaak samen met het vermogen van de warmtepomp. Hoe lager het vermogen is, hoe goedkoper dat die in aanschaf is. Dus dat is ook iets wat meespeelt. Bij cv-ketels... Speelt dat eigenlijk niet? Het verschil tussen een CW3 en een CW4 en een CW5 zal nou, tientjes werk tot hooguit een 100-150 euro prijsverschil zijn. Ja, dat, dat is het verschil niet, maar bij warmtepompen wel degelijk. Nou, mocht het echt om wat vrede dan ook niet mogelijk zijn om de woning te isoleren, of in ieder geval goed te isoleren. Uh, ja, dan zul je toch echt uh, heel creatief moeten gaan worden, bijvoorbeeld met infraroodverwarming, omdat infraroodverwarming verwarmt de lucht niet, maar de objecten. Dus je hebt ook wat minder verlies daarmee aan de lucht. zeker als je een huis hebt wat, waarbij feit, uh, bij wijze van de kaarsen achter de raam uit, uitwaaien als er een auto voorbij komt rijden, die huizen qua, qua slechte isolatie, ja, dan zul je met zulke dingen aan de gang moeten gaan persoonlijk zou, zou het voor mij al een reden zijn om een woning niet te kopen als ik bijvoorbeeld uh, daar op zolder ben en ik naar boven kijk en daglicht uh, door het dak heen zie komen of wanneer ik bijvoorbeeld uh, uh, in huis sta en bij de, de eikenhouten balken die zitten vaak in oude monumentale panden, panden, dat ik daar zeg maar gewoon ook de buitenlucht langsaf zie, dat dat gewoon niet aansluit. Ja, dat soort huizen zijn in feite gewoon een, een, een warmtezeef. Kijk, en als jij het gewoon prettig vindt, als jij bijvoorbeeld iemand bent die heel graag buiten is en die het eigenlijk helemaal niet erg vindt als het binnen net zo warm is als buiten, voor de gezondheid is het vaak ook nog wel eens uh, gunstig, nou, dan is er in feite niks aan de hand. En dan zou je bijvoorbeeld met puntverwarming, denk bijvoorbeeld inderdaad aan infrarood of een elektrisch deken, op die manier zou je toch de warmte kunnen creëren voor jezelf. En voor de rest laat je het gewoon zoals het is. Kan hè? is maar net wat je zelf kiest. Maar ik zou, als je dat niet wil, isoleren, isoleren, isoleren. En daarna kun je bijvoorbeeld kiezen voor een warmtepomp, al dan niet aangevuld met, uh, met infraroodpanelen of anderszins uh, lokale verwarming. Stijn, ik hoop dat je hier iets mee kunt. En groeten vanuit Nederland aan België. Dan uh, Eugène heeft hier uh, uh, nog een, een punt. Die heeft een buitenvoeler aangesloten. Op zijn Remea Terra Ace, Dat heb ik hier volgens mij niet mee gekopieerd. Maar het ging over de Remea. Nou, hij heeft hem in aangesloten. Met de ingang t out Dus temperatuur out. Dus outside temperatuur. Maar hij krijgt geen buitentemperatuur te zien. Hij heeft die parameters al goed gezet. We hebben Later verzet. Kabel. 2 keer 0,75 mm2. Mag je tot. Ja. Tot anderhalf mm kwadrat. Dat is waarschijnlijk omdat die anders gewoon niet onder de klem past, maar de dikte van kabel, hoe dikker, hoe minder weerstand. Dus dat zal het probleem niet zijn. Wat doe ik nog verkeerd, zegt hij. Nou, die parameters, daar zou je een beetje mee moeten spelen en onthoud. Als je zo'n parameter hebt verzet, uh, trek de stekker van de ketel even eruit. 10 seconden wachten, weer erin. Dan reset uh, uh, de, de, de centrale print, de computersturing, reset zich en dan gaan die waarden binnenkomen. Uh, het zou kunnen zijn dat het ook gewoon wat tijd nodig heeft voordat die waardes worden uitgelezen. Maar wat je nog zou kunnen testen, is uh, uh, ga naar de buitentemperatuurvoeler, dus de buitenvoeler. Uh, haal de draad even los en draai die twee aders even in elkaar. Dus dat ze zeg maar contact maken. Ga vervolgens naar binnen, pak een multimeter, zet hem op de ohmstand, bijvoorbeeld 200 ohm. En uh, meet die twee draden die je normaal in je ketel hebt zitten. Dus haal ze even los uit de T-out uh, ingang. En eh, pak eh, de beide draden aan elke pen van de multimeter 1 en kijk even wat er op het display komt. Meet jij een waarde als 0,04 ohm? Prima, niks aan de hand. Maar meet jij bijvoorbeeld op dat moment oneindig, zodat dus er dan een 1 in beeld, staat helemaal links? Ja, dan zou het kunnen zijn dat je gewoon kabelbreuk hebt. Dus dat er ergens in die kabel een breuk zit. En daar komt nog wel eens voor wanneer bijvoorbeeld uh, voor die bedrading gebruik wordt gemaakt van uh, van, van kabel met een stugge kern. Uh, waarom? Uh, nou, die stugge kern, bijvoorbeeld deurbelkabel, is daar een mooi voorbeeld van. Die stugge kabel is heel goed, duurzaam, hè? Is vaak ook van echt massief koper en niet. Uh, CCA, copper clad, aluminium, dat alleen maar de buitenkant koper is en het binnenste stuk aluminium. Dat zie je bij landkabels nog wel eens gebeuren. Dat is overigens echt rotzooi. Moet je echt met een grote bogen omheen lopen. Echt CU-koperkabel gebruiken. Maar als die adeltjes hard zijn en, en, en solide, en jij bent die kabel ben jij in een bepaalde vorm aan het buigen, ja, het zou kunnen zijn dat daar ergens een breukje is opgetreden. En in het gunstigste geval verhoogt dat de weerstand een heel klein beetje. Maar in het ergste geval ben je gewoon heel je connectie kwijt. En zul je dus op zoek moeten gaan waar dat die breuk zit of de hele kabel moeten vervangen, maar controleer dat vooraf. Wat ik verder nog kan aanraden in dit geval is, ga uh, bijvoorbeeld naar Google en zoek eventjes op de Remea Serra E's uh, installatiehandleiding. Dan krijg je een handleiding met veel meer informatie dan de standaard gebruikswijzing die bij de ketel zit. En daar worden al die parameters ook uitgelegd met de waardes die ze af fabriek hebben, wat de waardes precies inhouden. En dan kun je vaak wel uh, uitzoeken waar dat dit probleem. Vandaan komt. Mocht je een e-twist thermostaat hebben, dan zou het zelfs nog kunnen zijn als je de, de, de AP091 bijvoorbeeld uit mijn hoofd op 3 zet of op 0, want 0 is auto autodetectie En je hebt je postcode toegevoegd aan het REMEA-account dat je de temperatuur gewoon via internet krijgt zonder dat je daarbij gebruik hoeft te maken van een fysieke buitenvoeler. Dus Eugene, hopelijk heb je hier wat informatie aan. Dat waren voor nu de vragen die ik heb binnengekregen de afgelopen periode. Um, hopelijk heb ik de mensen die niet een vraag hebben ingestuurd, maar toch dit filmpje hebben gekeken, toch nog wat informatie kunnen verschaffen. Dat het niet saai is voor die mensen, want dat hoop ik echt te voorkomen. Nogmaals, abonneer op mijn kanaal. Like mijn video's. Donaties zijn welkom mocht je daar behoefte aan hebben. En mocht je in een volgende editie nog een, een, een vraag of een situatieschets voorbij willen laten komen of een tip of net wat. Mail het naar ketelklets@gmail.com en ik zal er de volgende keer aandacht aan besteden. Dank.